Ben je scorende spits? Nee. Die lach ook gewoon. Een hele vervelende centrale verdediger. Oké. Heel vervelend ook. Ja, heel irritant. Bij wie zitten wij in de auto? Bij Maarten. Maarten Oldenhof. En wat doet Maarten Oldenhof? Ja, niet zoveel. Maar ook weer van alles. Bestuurslid bij Ajax, dat doe ik. Ja. En ik ben mede-eigenaar van een bedrijf, dat heet Possen. Maar ook een bedrijf wat heet Pak.nl. En daarin bieden wij maatkleding aan. Zeg maar, maar het ouderwetse van maatkleding is natuurlijk, je wordt opgemeten. Maar wij proberen dat wel in 2017 te projecteren. En wat houdt het erin? Wat wij eigenlijk willen, uiteindelijk, dat wij de man ontzorgen. Als iets zit of prettig is, willen ze graag hetzelfde. En daar hebben we een platform gebouwd. Waar wij ten eerste kunnen zien wat hij in het verleden gekocht heeft. Dat kan hij zelf ook zien, want hij heeft zijn eigen kledingkast, zeg maar, heeft hij op dat platform. Ja. Dus hij kan zien wat al zijn bestellingen zijn. En omdat we alles op maat maken, hebben wij al die gegevens. Wij weten dan welke stof gebruikt, welke knopen, welke binnenkant, voering. Al dat soort dingen zijn bij ons opgeslagen. Nou, dat proberen wij te gebruiken om daar een voorspelling mee te doen wat die man in de toekomst nodig zal hebben. Nou, en voordat hij het echt nodig heeft, willen wij zeggen, goh, je hebt toen dat en dat gekocht, wordt het niet weer eens tijd voor een nieuw grijs pak? Maar je hebt er al drie, misschien moet je nu eens een blauw pak kopen. Nou, dat hebben wij nou gebouwd. Hoe zorg je dat op het moment dat iemand eigenlijk de timing is dat hij een nieuw pak gaat aanschaffen, dat jij op tijd van tevoren contact hebt met diegene? Je streeft uiteindelijk naar 1-op-1 marketing. Het is zo gebouwd, het software is zo, dat ik ieder individueel op tijd iets kan aanbieden. En dat gebeurt dan gewoon via mail. En wij denken, hè, door de technologie, dat er steeds meer dingen op maat gemaakt kunnen worden. Want zeg maar, het verschil tussen maatwerk en confectie, dat wordt steeds kleiner. Prijsverschil, weet je, als je bij mij kan je een pak voor €400 kopen. Nou, dat weet je, als je nu een Bos pak koopt, wat gewoon standaard is, is stukken duurder. Want hoe werkt dat? Want ik heb gezien dat jullie in ieder geval voor Possen, de andere zei je pak.nl, zei ja, je dat? Ja, dat is een beetje, pak.nl is zeg maar een beetje het instapmodel, weet je. Je komt van de universiteit, je krijgt je eerste baan en dan wil je. En Possen is dus is een hoger segment? Ja, nou, Possen zijn alle opties mogelijk. Okay. Kijk, uiteindelijk kan je bij ons uit wel 5000 stoffen kiezen. Dus weet je, je kan het zo gek niet bedenken of het kan. En hoe laat jij online en offline elkaar versterken? Want jullie hebben een mooie website en jij zei net, je neemt wel, want jullie meten het wel op, hè, toch? Ja, nee, absoluut moet jij opgemeten worden. Dat kan niet online. Nee, dus jullie hebben ook allerlei punten door het land dan waar mensen dat kunnen laten doen? Nou, wij hebben in Amsterdam en in Voorschoten gewoon een vast punt. Maar in principe gaan wij heel vaak naar bedrijven toe. Of het nou PwC is of de ABN AMRO. Ja. En dan gaan we daar naartoe. En als mensen eenmaal klant zijn, zijn ze ingemeten, dan wordt het natuurlijk veel makkelijker. Maar richten jullie je dan ook vooral op de bedrijven? Nee, want als wij zeg maar bij de ABN AMRO staan, dan heeft dat op zich, zorgt de ABN AMRO voor een kamer en gaan we in intranet, maar de ABN AMRO faciliteert het niet. Het is geen bedrijfskleding. Hoe ben jij eigenlijk gaan ondernemen? Wanneer is dat begonnen bij jou? Nou, ik heb altijd wel een soort ondernemende banen gehad. Eigenlijk, weet je, loop je dan tegen iets aan. Toen dacht ik, god, dat is leuk. Dat is een leuk product. In mijn Ajax-tijd ben ik ook bij OG-commissaris geweest. Dus ik kende wel iets. Ik wist er wel iets van. En toen dacht ik, god, hier moet toch wat van te maken zijn.
En toen kwam ik met die ondernemer, die Posse heet, in contact. En toen zei ik, god, ik wil je wel helpen, maar je bent zo eigenwijs, dus laten we dan het 50-50 doen. Nou, zo is het eigenlijk gebeurd. Heb jij tips voor mensen die of willen starten of voor überhaupt tips? Want jij hebt natuurlijk zoveel al gedaan qua ondernemerschap. Ik denk dat als je uiteindelijk gelukkig wil worden, je toch gewoon jezelf moet blijven. Ja. En wat ik eigenlijk het belangrijkste vind, is dat je beslissingen moet durven nemen. Zijn er nog mensen die jij graag zou willen kleden? Dat klinkt nou een beetje raar, maar ik zou Willem-Alexander wel willen kleden. Dat klinkt helemaal niet raar, snap je heel goed. Want die ziet er, die kan er veel beter uitzien. Ja. Die ziet er stijf en tuttig uit. Willem, als je kijkt. Nee, maar een beetje. Vooral naast Maxima vind ik dat, ja, ook. Ja? Met zulke schoudervulling nog. En ja, dat zit dan toch een beetje als een zak aardappelen. En dat hoeft niet. Zie je het altijd, Maarten? Kun je ook op straat lopen en dat uitzetten? Of zie jij altijd hoe mannen in een pak zitten? Nou, ik ben nogal ADHD, dus ik zie sowieso heel veel. En dat ook mannen pakken ook. Jij zegt net, je hebt ADHD. Helpt dat jou? Dat zit me ook vaker wel in de weg, hoor. In wat voor opzicht? Ja, omdat ik me erg veel moeite heb om echt me tot iets te zetten. Dus ik kan de hele dag 25 dingen doen, maar niet echt iets afmaken. Maar ik ben heel snel afgeleid. Kan ook, weet je, zeg maar met mij praten, kan ik van de hak op de tak springen. Dat, kom je daar nou bij? Maar ja, weet je, dan zie ik daar ergens iets waar we wat maar aan iets toe denken. Hè? Vingerhoedskruid daar. Denken, weet je, nou, weet je, dan kan je denken van god, dat helpt tegen hartritmestoornissen. En dan kan je op een heel ander onderwerp komen. Heeft het ook iets positiefs? Oh, je ziet heel veel dingen. Als iemand naar de kapper is geweest op kantoor, dan zie ik dat. Als ze nieuwe schoenen hebben, dan zie ik dat. En dat heb ik altijd wel gehad, ja. Dus jij bent onwijs attent dan? Ja, maar aan de andere kant ben ik ook weer een enorme botte lul. Maar dat dus ik zie het wel, maar dan kan ik ook iets zeggen dat dan weer minder attent is. Maar ik zie het wel, ja. En ik zeg ook wat van. Nou, je ziet ook de dingen die je minder leuk vindt, toch? Ja, nou ja, en dan zeg ik dat ook van god. Zit je haar stom bij naar de kant? Ja, nou, ja. Maarten, heb jij nagedacht over wie jij voor zou willen dragen voor de volgende businessbelieden? Ja, dat heb ik zeker. Arjen Pels-Rijken. 10 jaar, maar misschien is het al 15 jaar geleden, heeft hij bedacht dat wij in Nederland heel veel archieven hebben. En die archieven, die moet je opslaan, conserveren. En daar heeft hij een gebouw voor ontworpen en daar wordt zeg maar het archief van het Nederlands Filmmuseum wordt daar opgeslagen. Nu is hij bezig met zijn volgende. Dus die wil ik graag voordragen.